Want wat voel je dan op zo'n moment? Ja. Dat ik echt denk van... Gewoon spijt. Ik voel echt spijt. Van waarom ben ik nou begonnen aan opereren? Waarom? Dat is het enige. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Spot On. Ja, je hebt het vast wel eens voorbij zien komen. Een Brazilian butt lift, oftewel een BBL-operatie. Het lijkt echt een ware trend om grote billen te hebben, maar zo'n operatie komt zeer zeker niet zonder gevolgen. Een BBL-operatie is namelijk één van de meest gevaarlijke cosmetische ingrepen die je kunt ondergaan. Nou, Lena, onder andere bekend van Ex on the Beach en Echte Meisjes in de Jungle, heeft er toch voor gekozen om deze operatie te laten uitvoeren. En zij is nu niet meer blij met haar lichaam. Nou, vandaag is ze bij ons de gast om hier alles over te vertellen. Lena, welkom. Ontzettend fijn dat je er vandaag bent. Ja, bedankt dat jullie me wouden hebben. Zeker, ja. We gaan het vandaag hebben over jouw BBL-operatie. Die heb je een tijdje geleden laten uitvoeren. En eigenlijk ben je nu niet meer tevreden over je lijf. Neem eens even mee naar dat moment. Waarom wilde jij deze operatie laten doen? Ik ben begin 2022 heel erg aangekomen. Mm-hmm. En ik was daardoor heel erg onzeker geworden... over mijn lichaam. Want daarvoor had ik gewoon een goed postuur en was ik gewoon heel tevreden met mijn lichaam. Ja. En ik merkte dat met sporten dat het gewoon heel lastig eraf ging. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga die operatie doen. Ben ik er maar gewoon even vanaf, gewoon van die eerste paar kilootjes. Ja. En dan de rest bijhouden met sporten. En helaas ben ik niet tevreden, want die arts heeft mijn lichaam echt verminkt eigenlijk. Ja, want wat was het moment dat je dacht, dit is helemaal niet wat ik wilde? Lastig. Ik had het vlak na de operatie, dat ik dacht van, oh, mijn kont is zo groot. Maar toen dacht ik, nee, Lena, wacht het nog even een paar maanden af, want je zwelt helemaal op na een operatie. Je houdt veel vocht vast, dus wacht het nog even af. Nou, toen heb ik een paar maanden afgewacht en ik merkte gewoon aan mijn buik dat het lelijker werd. En mijn kont was maar niet kleiner aan het worden, dus ja... Ja, ik was eigenlijk vanaf het begin al niet tevreden. Nee, want ja, je praat er ook best wel makkelijk over dat je dit hebt laten doen. Terwijl ik denk, het is ook wel echt een hele heftige operatie. Er zitten best wel wat gevolgen aan. Zeker, zeker. En wat heel veel meiden niet weten is dat de BBL eigenlijk de gevaarlijkste cosmetische operatie is. Dus, maar iedereen laat het gewoon zo mooi lijken. En ik moet zelf zeggen, ik had geen last van mijn operatie. Okay. In de zin van dat het pijn deed. Maar de nasleep duurde gewoon heel lang. Ja. Je moet heel lang herstellen. En je kan ook heel lang niet zitten. Mm-hmm. Dus het is gewoon heel vermoeiend. Ja. En je bent nu ook niet blij. Daarbij ben ik ook niet tevreden met mijn lichaam inderdaad. Dus heb ik alles voor niks gedaan. En het is gewoon weggegooid geld. Maar ook gewoon een risico die ik heb laten nemen voor mijn lichaam. En uiteindelijk is het niet eens zo mooi geworden. Nee. En dat is... Want ja, ik ken jou zelf van Ex on the Beach. Dat is wel alweer een tijdje geleden. Ja. Maar... Daar zag ik jou twerkend door die serie heen gaan. En voor mijn gevoel was je daar echt heel tevreden over jezelf. En was je heel zelfverzekerd. Of, ja. Of klopte dat niet helemaal? Nou, deze vraag krijg ik dus inderdaad vaker. Van ja, nou dan lijkt het wel echt... Of je hebt het zo mooi gespeeld dat je zeker bent over je lichaam. Maar ik was ook heel tevreden met hoe ik eruit zag. Want ik was niet zo beïnvloed door social media. En mensen om me heen die er goed uitzagen. Dus ja... Ik was heel blij met mijn lichaam, totdat ik eigenlijk de wereld erin kwam en alleen maar vrouwen met grote billen, volle borsten zag. En toen wilde ik het ook allemaal hebben. Dus het komt eigenlijk een beetje door social media. Toen je dat zag, toen dacht je, hey, dat wil ik eigenlijk ook. Zeker, ja. Ik denk dan, ik heb dat ook wel eens, dat ik daarnaar kijk en denk, jeetje, ik zou ook wel daar wat dunner willen zijn of daar wat meer vet willen hebben. Maar het echt doen is natuurlijk wel een andere stap. Klopt. Wat heeft jou dan toch over die streep getrokken van, ik ga dat toch doen? Ik denk dat het eigenlijk nooit, dat ik nooit die stap zou hebben gezet als ik nooit dat aanbod heb gekregen. Okay. En ik heb via Instagram heb ik een DM gekregen van een organisatie. Die wilde graag met mij praten en een vrijblijvend gesprek aangaan. En kijken of er nog dingen zijn die ik nog zou willen veranderen. En met sporten kreeg ik niet de resultaten die ik graag zou willen zien toen de tijd. En dat was zeg maar iets vollere heupen. Maar toen kwamen zij ermee van, ja, we zouden eventueel vet in jouw heupen kunnen spuiten. Ja. En dat klonk voor mij als een hele schuldige operatie. Mm. Toen ging ik wat meer onderzoek doen. En ze hebben zelf ook al gezegd van, Lena, luister, er zitten wel risico's aan deze operatie. Ja. Alleen ik ben een beetje zo'n trilzieker. Ik dacht, weet je wat,
gewoon doen. Dus, maar kwam dat helemaal uit het niets dat zij jou dat bericht stuurde? Ik had denk ik gewoon een foto geliked van iemands buik. En dat was toevallig op hun pagina. Dus het was eigenlijk helemaal niet met een bewuste intentie gedaan. Of dat ik echt van tevoren dacht van, oh, ik wil heel graag een operatie bij hun laten doen. Mm-hmm. Ja. En dan krijg je dat bericht. En dan? In het begin dacht ik even van, oh, wat vinden jullie mij dik of zo? Vinden jullie niet dat ik er goed uitzie, dat jullie denken dat ik een operatie nodig heb? En aan de andere kant dacht ik ook weer van, ah, mijn Instagram brengt ook wel weer mooie kansen of zo voor me. In de zin van dat ik gewoon dingen gratis krijg. Want dit was een samenwerking, begrijp ik? Ja, mijn eerste operatie was een samenwerking. Okay. Dus daar heb ik niks voor betaald. Ja. En ik moet zeggen, ik was zeer tevreden over die operatie. Mm-hmm. Ze hebben me echt heel goed geholpen. Dus daar heb ik eigenlijk niks slechts over te zeggen. Maar ja, op een gegeven moment wanneer je begint, dan draai je er helemaal in door. En ik kon niet meer stoppen. Ja, want ik begrijp dus bij de tweede operatie, daar was je niet tevreden over. Een tweede BBL, ja. Ja, en dat was ook een samenwerking? Nee, die heb ik wel helemaal betaald. Oké. Okay. Ja, maar wat veel vrouwen vergeten, of ja, gewoon wat veel mensen vergeten, is dat als je een BBL doet en de plekken waar vet bij wordt gespoten en je komt uit jezelf aan, ja, daar ga je dan ook heel extreem aankomen. En op een gegeven moment in 2022 dacht ik van, wow. Mijn kont zag er niet meer mooi uit. Het flubbert. Het ziet er vies uit. Hier zat vet. Daar zat vet. Ik dacht, weet je wat, dan ga ik nog een tweede operatie doen. Ja. Maar niet per se omdat ik mijn billen groter wilde hebben. Het is gewoon meer om het mooi. Je wilde het eerder weg, juist. Ja, ja. Hoeveel tijd zat er tussen die twee operaties? Ongeveer 2 jaar. Ja, dat zat ongeveer 2 jaar. Dat is ook best wel kort als je bedenkt hoeveel hersteltijd je hebt, zeg maar. Klopt, ja. Ja, je moet minstens 6 tot 12 maanden herstellen. Ja. En het is gewoon niet verstandig om binnen een jaar weer onder narcose te gaan. Mm-hmm. Dus ik heb wel 1 jaar later elke keer een operatie gedaan. Ja. Want 1 jaar ertussen heb ik nog mijn borsten laten doen. Oké. Okay. Dus ik ben wel elk jaar eigenlijk bezig geweest. Mm-hmm. Ja. En ja, mijn tweede BBL was dus mijn laatste operatie. Dit is een van de meest gevaarlijke cosmetische ingrepen die je Zeker, kan doen. Ja. Denk je dat je jezelf van tevoren goed genoeg hebt ingelezen? Ja, ik weet wel heel goed wat me te wachten stond. Ja. Wat de gevaren waren. Ja. Waar ik eventueel aan dood zou kunnen gaan. En dat klinkt heel heftig. Dat klinkt ontzettend heftig. Ja. Volgens mij is het wel iets wat regelmatig verkeerd gaat. Nou, het gebeurt wel hier en daar inderdaad. En ik heb ook wel gehoord van artsen die een dodenlijst hebben. Okay. En dan doet het je wel even laten denken. Ja. Ja. Maar ondanks dat dacht jij toch... Gewoon doen. Let's go. Ja. En dat vind ik heel erg van mezelf. Ik ben heel koppig. Als ik iets wil, dan doe ik het ook gewoon. Ja, ja, want hoe kijk je daar dan op terug als je nu zegt van eigenlijk... Vind ik dat heel erg van mezelf. Ja, ik kijk daar niet heel negatief op terug eigenlijk. Ik denk alleen wel omdat ik vrij jong was. Ik was 19 of 20 jaar. Dat ik gewoon had gehoopt dat mijn moeder nog iets strenger was geweest. En had gezegd van nee, dat gaat zeker niet gebeuren. Ja. Maar omdat ze weet dat ik zo koppig ben ook. Dat ik uiteindelijk toch wel mijn eigen ding zou doen. Ja. Had ze me daar heel erg een beetje in gelaten. Ja. Maar ik wou gewoon echt dat ik er nog een paar jaar over kon nadenken of het wel echt iets is wat ik wilde doen. Ja. Maar ik heb wel zo spijt dat ik überhaupt ben begonnen. Want mijn lichaam zag er gewoon zo goed uit toen, als ik er nu op terugkijk. En mijn lichaam was gezond en ik had geen complicaties of mankementen, niks. Nee. Dus, Want wat is nou hetgene waar je het meest last van hebt? Waar ik nu het meest last van heb is... Ik denk dat ik gewoon mijn lichaam moet laten zien. Mm. En kijk, ik doe nu wel veel dingen met social media. Dus ik moet nou eenmaal foto's posten. En ik merk dat ik heel erg mijn lichaam altijd wil bedekken. Mm-hmm. En nu ik ook in een relatie zit, bijvoorbeeld als ik in de slaapkamer ben en mijn kleren moet uittrekken, ben ik toch onzeker over mijn lichaam. En het scheelt dat ik een hele goede vriend heb die mijn lichaam accepteert zoals het is. Yeah. Maar ja, er zit toch zo'n klein duiveltje in mijn hoofd die zegt van ja, nee, je ziet er niet goed uit. Want wat voel je dan op zo'n moment? Ja, dat ik echt denk van, gewoon spijt. Ik voel echt spijt. Van waarom ben ik nou begonnen aan opereren? Waarom? Dat is het enige. Mm-hmm. Ja. Want op zo'n moment, bijvoorbeeld dat je met je vriend bent... Waar ben je het meest ontevreden over, denk je?
Mijn buik wel. Ja? Ik ben echt heel erg ontevreden over mijn buik. Hij heeft de arts vet weg laten halen. Mm-hmm. Alleen het moment dat er liposuctie wordt gedaan, moet jouw huid de tijd krijgen om het te hechten aan de lichaam. Okay. En het is dus niet mooi gehecht aan mijn lichaam. Dus je ziet echt bobbels en rare vormen. En mijn heupen en kont zijn gewoon te groot. Het is veel te groot. Ja, dus daar ben ik gewoon niet bij. Maar zijn dat dingen die je van tevoren hebt besproken met zo'n arts? Ja, ik heb tegen de arts gezegd dat ik gewoon heel simpel gewoon hier en daar wat vet weg wilde hebben. Mm. En mijn heupen een beetje gelijk wilde maken. Okay. En na de eerste operatie waren mijn billen helemaal niet zo groot opgespoten. Mm-hmm. Ik wilde een beetje een natuurlijke BBL. Maar toen ik wakker werd van de tweede operatie dus, toen merkte ik dat er best wel wat in mijn billen werd gespoten. Ja. Of was gespoten. Dus ik schrok er wel van, maar ik dacht dus dat die zwelling was. Gaat nog weg. Ja, maar hij heeft gewoon bijna al het vet erin gespoten. Ja, wat zijn de gevolgen daarvan nu? Dat je niet normaal kleren aan kan trekken. Ik heb ook het idee dat ik heel goed moet opletten wat ik aantrek, want het kan er heel snel ordinair uitzien. Ook met liggen kan het soms heel vermoeiend zijn of lange periodes zitten. Want soms doet het gewoon best wel pijn eigenlijk. En ik voel me ook wel een stuk zwaarder. Het is gewoon echt een gewicht wat je nog een soort van moet meetrekken. Mm. Dus ja. Heb je een situatievoorbeeld van iets wat je nu hebt meegemaakt waarvan je denkt, ja, dat is echt een gevolg van mijn lijf waar ik nu eigenlijk niet tevreden mee ben? Nou, dan ga ik even terug naar echt wezen in de jungle. Ik viel daar ook wel vaak. En ik heb wel als grap gezegd van ja, dat komt door mijn zware kont en mijn grote borsten. Kwam voornamelijk door de B12 tekort. Maar ik moet zeggen, omdat ik niet helemaal in evenwicht ben, kan het soms zijn dat als ik even niet goed oplet, dat ik wel snel achterover val. Doordat mijn heup en mijn kont gewoon net wat uitsteekt of zo. Ja. Dus uiteindelijk, ja. Ja, je lacht daar ook om, maar ik vind dat best wel heftig. Het is ook heel erg. Alleen, ja, ik weet niet waarom. Ik moet altijd lachen als ik dit soort dingen bespreek. Ja. Maar het is ook echt heel erg. En ik had ook nooit gedacht dat dit een probleem zou zijn in mijn leven. Maar nee. Ja, het is eigenlijk ook gewoon te gek voor woorden om te zeggen dat je zo vaak valt door een BBL. Snap je wat ik bedoel? Ja, snap ik wel. Ja. Je hebt het ook over social media. Nu volg ik jou op social media, zie ik ook best wel vaak wat bikinifoto's en dergelijke voorbij komen. Voel je dan daar ook niet onzeker? Want dat zijn soms best wel pittige foto's. Zeker, zeker, ja. Nee, als ik naar die foto's kijk, denk ik wel weer van, oh wauw, zo kan mijn lichaam er dus ook uitzien. Ik moet zeggen, sinds mijn operatie heb ik eigenlijk bijna geen bikinifoto's meer gepost. Okay. Want dan zie je dus heel erg wat er met mijn buik aan de hand is. Mm-hmm. Dus ja, dan heb ik voornamelijk wel gewoon lange bedekte kleren, maar dan strak. Ja. Maar ja, nee, ik zou nu ook niet zo snel 1, 2, 3 een bikinifoto durven te plaatsen. Nee. En daarom vind ik het heel spannend, want de zomer die komt er zo aan. Dus, ja. Hoe zie je dat voor je, als de zomer er zo aankomt? Veel badpakken. Mm. Heel veel badpakken. En ik heb wel tegen mezelf gezegd, en eigenlijk is het helemaal niet goed dat ik dit gesprek aanga, want ik ga nog wel een operatie doen. En okay. Dat is echt puur om mijn buik te corrigeren ja. En het vet uit mijn billen weg te halen. Want ik kan niet meer zo leven. Ik kan gewoon niet normale spijkerbroeken aantrekken. Ja. Dus dat is nog mijn enige wens. En daarna ben ik gewoon klaar. Ja, want hoe werkt dat? Kan dat überhaupt? Dat je dat terug kan draaien? Ja. Ja, terugdraaien is een groot woord. Maar je kan wel door middel van liposuctie weer, wat je bijvoorbeeld uit je armen of je buik weghaalt, gewoon op dezelfde manier bij je billen doen. En, maar dan laat je het zo? Dan laat ik het zo. Ja, dan ben ik er helemaal klaar mee. Ja. Dan wil ik niet meer de Kim K billen zien en nee. Stel dan dat er jonge meiden kijken die ook zoiets willen doen. Zou je ze nog iets willen meegeven? Of heb je nog advies voor hun? Dat ze vooral goed moeten nadenken over wat ze willen. Ja. Laat je zeker niet beïnvloeden door social media zoals ik dat gedaan heb. Ja. Ik ga niet eens zeggen van ga trainen als je onzeker bent over je lichaam. Want ik heb zelf ook die periode meegemaakt dat ik echt dacht van nee, dan wil je niet eens trainen. Of het werkt niet. En het helpt ook niet als andere mensen zeggen tegen je van ja, ga trainen.
Maar wees eerst tevreden met wie je bent. Mm-hmm. En dan pas iets aan jezelf laten doen. Want als je denkt dat je borsten laten veranderen of je billen laten veranderen, dat je zeker gaat maken, dan kan ik je nu al vertellen dat het niet gaat gebeuren. Nee. Dus misschien ook eerst even mentaal het goed hebben. Juist, ja. En dan eventueel die beslissing nemen. Juist. Oké. Okay. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik hoop ook dat er jonge meiden zijn die dat advies ten goede nemen. Ja. Dus bedankt voor vandaag. Jij ook bedankt. Ja. En ik wil jou natuurlijk ook bedanken als kijker. Heb je nou vragen voor Lena? Laat het vooral even weten hier beneden in de comments. En check ook onze website even. Want daar komt een artikel met een expert over alle gevaren die aan een BBL verbonden kunnen zitten. En daar worden dus al je vragen beantwoord. Dus check dat even. En dan zeg ik voor nu tot volgende week. Oh, wat doe je dat goed! Ja, het komt helemaal dank u, dank u. Lekker uit.